stage lopen in Moskou, op de Krim en in tal van andere aantrekkelijke plaatsen. Maar hij koos Tsjernobyl. Er is inderdaad heel wat om over na te denken. Na het uitbreken van de ramp ontbrak het ons soms aan verantwoorde en relevante informatie. De waarheid in het teken van de wederopbouw. We danken haar aan de oprechtheid van het partijcongres. Thans bestaat de waarheid eruit dat elke partijbijeenkomst in Tsjernobyl begint met 1 minuut stilte ter nagedachtenis aan hen die aan de ramp gestorven zijn. We hebben niet het recht om zelf genoegzaam te zijn, om de waarheid te kleuren, te liegen. De waarheid is dat we met pijn in ons hart gedwongen zijn om op kerkhoven als hier bij Tsjernobyl ons werk te begraven. De waarheid is dat het merendeel van de 100.000 evacuees hier niet meer zal terugkeren. De gruwelijke waarheid is dat het vreedzaam gebruik van kernenergie even bedreigend is als een kernoorlog. De waarheid is dat we liever een atoom bevrijden dan onszelf. De waarheid is dat aan de boom van onze kennis gevaarlijke vruchten groeien. По 27 апреля 86 года находилась в городе Припяти, непосредственно в близости от Чернобыльской атомной электростанции. С 27 апреля по 2 июня находилась в городе Чернобыле и работала в райкоме 2. Лимфоциты абсолютное количество 1320, тромбоциты 258 тысяч и нейтрофилы 3740. Динамика анализа 2, 4 и 6 июня вполне благополучна. Vrouwen. Ze hebben zelf gevraagd of ze hier naartoe gestuurd konden worden. Wat moet de paradox waarin ze leven gruwelijk zijn. De melk voor hun kinderen vergiftigd. Hun groenten moeten worden vernietigd. Hoe ontwikkelt zich later de vrucht van hun schoot? S'nachts, in een gastenkamer in het voormalige pionierskamp, zullen ze hun woede en verdriet er wel uithuilen. Zodat ze 's ochtends op het werk weer kunnen lachen en vrolijk kunnen zijn. En al het werk wat voorhanden is, nemen ze aan. Ten bate van de wederopbouw. Van. Voor wie? Sinds het ongeluk zijn er 25 weken voorbij gegaan. 25 weken slechts. Maar het lijkt of ze een leven lang hebben geduurd. Het ongeluk in de reactor bracht de energievoorziening van het land in gevaar. De centrale met een capaciteit van 1 miljoen kilowatt moet zo snel mogelijk weer worden opgestart. De eerste reactor werkt alweer. De tweede volgt binnenkort. Zo winnen we sprongsgewijs terrein terug. De mensen maken nog steeds haast, maar nu op een planmatige manier, na zorgvuldig overleg, nauwkeurig het voor- en het tegenafwegend. Deze constructies zijn godzijdank niet bezweken. De massale aanvoer van het beton is juist op tijd op gang gekomen. 5000 kuub per dag. Om de infernale keuken in te metselen in een mausoleum van vele meters dik beton.
ядерную кухню. Voor eeuwig. Vladimir Shevchenko. Een jaar na het maken van deze documentaire stierf hij aan de straling van Tsjernobyl. Hij zal de laatste niet zijn. Als u op deze documentaire wilt reageren, dan kunt u schrijven naar de RVU, postbus 1950, 1200 BZ, Hilversum. Dit is het boekje Straling en radioactiviteit van TNO. Hierin wordt onder andere uitgelegd hoe stralingskanker ontstaat en in hoeverre bescherming daartegen mogelijk is. De uitgave, die ook in de boekhandel te koop is, kost 9,90 gulden. U krijgt een exemplaar thuisgestuurd als u dat bedrag overmaakt op Giro 66 3x8... ten name van de RVU in Hilversum onder vermelding van straling. Dit is het Europese parlement in Straatsburg waar belangrijke zaken aan de orde komen, zoals de zorg voor ons milieu, open en vrije grenzen tussen de 12 landen die straks één sterk Europa gaan vormen. Dat zal onze wereld veranderen. Ook daarvoor is het Europese parlement zo belangrijk. Doe dus mee aan de verkiezingen op 15 juni aanstaande. Want u en ik horen erbij. Haal de folder bij postkantoor of bibliotheek. Waar gaan wij naartoe, jongeman? Naar postkantoor, meneer. En wat gaan we daar doen? Een aanvraagformulier voor een studiebeurs halen, meneer. Maar van waar die haast? Omdat je 3 maanden voordat je 18 wordt, je studiebeurs moet aanvragen. Ik sta hier, hoor. Sorry, zeg, als je toch naar het postkantoor gaat, post dan meteen deze brief even. Ja, meneer. Wanneer ik dit gebaar van welbevinden maak, wordt me direct een onderberg geschonken. Dat gebaar maak ik altijd na het eten. Want dan krijg ik mijn onderberg. De natuurlijke werking van onderberg doet me goed. Uit je benauw? Als een pauw zo trots op zijn eigen kantoor in Werkendam. En jij wil hem daarmee geluk wensen vanuit Nijverdal. Maar hoe? Make a wish.
Viviel is een nieuw snoepje. Lekker fris in 5 smaken. Maar wat het belangrijkste is, in Viviel zit geen suiker en geen kunstmatige kleurstoffen. Dus, onze suikerfabriek hebben we ook niet meer nodig. Viviel, lekker fris in 5 smaken. Viviel, voor wie geen suiker wil. Toen wij wilden automatiseren, kwamen we 2 problemen tegen. Het eerste probleem was de robot op zich, maar dat hebben we zelf opgelost. En het tweede probleem was de financiering, want zo'n operatie kost het een en ander. Maar enfin, wij nadenken, dan kom je automatisch terecht bij de bank waar ze meedenken. Kijk, dat bedoel ik nou. De NMB denkt met u mee. You know I'm waiting, just anticipating things I may never possess. Frisse kokos met pure chocolade. While I'm without them, Bounty puur. Een stukje paradijs op aarde. Met Overtoon, dan Dolder. Graag 30 meter magazijnstelling, 200 stapelbakken, 3 winkels. Jullie hebben het zeker snel land. Hebben. 2 rollenbanen, 8 kantine. Dat wil ik zien. 3 bureaus. Tafels, kasten, ladders, stoelen, stapelbakken. Lijkt Overtoom wel. Alleen Overtoom levert razendsnel 30.000 artikelen voor bedrijven en kantoren. Mozart, als jij had kunnen dromen van Poppeliers in Culemborg met zijn 6000 vierkante meter vleugels, piano's, orgels, keyboards en sample piano's. Wat een inspiratie was dat geweest. Poppeliers Culemborg. Het is 1974. Smith introduceert het de bokkel. 1976. ...1980. 1984. U bent nog niet uitgelachen. 1989. Smith brengt wokkels in een nieuwe verpakking. Tikje pittiger, tikje langer. Maar het is nog steeds dezelfde wokkel. Wokkels van Smith. Een verdraaid raar zootje. En dat zal het wel blijven ook. Allee. Voilà. Omdat je niet alleen nu goed wilt leven, maar ook na je pensioen. Delta Lloyd. Voor alles waar je zuinig op bent.